en verloop van de organisatie. Wij gaan verder met programma nummer 29 en dat is de dames 400 meter vrije slag. Met in baan 8 voor het RTC Amsterdam in de domein Serena Stel. Op baan 1 voor het NTC Eindhoven en WZC Veenendaal Marjolein Delmo. Baan 7 lane 7 Team Germany Isabel Koze. Op baan 2 lane 2 Team Germany Reva Vos. Op baan 6 RTC Eindhoven en Aquamigos Laura van Engelen. Baan 3 NTC Amsterdam en de Dolfijn Robin Neumann. Baan 5 lane 5 de Fédération Francophone Belgique de Natation Valentin Dumont. En op baan 4 de Nederlandse kortebaankampioene van Hoofddorp van de Dolfijn en het NTC Eindhoven, Esme Vermeulen. Dit is de finale dames 400 meter vrije slag. We zijn aan de eerste 100 meter met Neumann in baan nummer 3. Zij gaan aan de leiding. 1.055. Hele snelle opening van de dames. Vermeulen. Die heeft de snelste PR. En zij zelfs in zesde positie. Kan onder haar persoonlijke record doorkomsttijd. Snelle opening hier, de eerste 100 meter. Deze 400 meter vrije slag. En dat wordt ook gezwommen voor de limieten. Esme Vermeulen en misschien ook wel Robin Neumann, de 4.10.57. Dit is een debutante limiet, de 400 meter vrije slag. En met een klein persoonlijke call van Esme Vermeulen zit die limiet erin. We gaan die race natuurlijk in de gaten houden. Hier nu de dames rustig naar voren. Zij aan zij Neumann, Vermeulen en Dumont in de banen 3, 4 en 5. Dumont pakt hier de eerste voorsprong. Draait het snelste in 2.05.56. Kijken we natuurlijk ook weer naar Laura van Engelen, 2.06.15. Dat is ook op haar persoonlijk record. Laura van Engelen, de slimste in baan 6, 500 meter de EEK-limiet gehaald. En ze verrast hopelijk nu ook weer de hele schitterende tijd op deze 400 meter. Je zou zeggen, het is maar de helft, het moet dan makkelijker gaan. Maar ja, de concurrentie natuurlijk ook. Kijken naar de eerste positie, Valentin Dumont, 2.37.96. En Esme Vermeulen, 2.38.15. Nee, Vermeulen dus weer voorbij door Robin Neumann gezongen. Maar we laten er niet bij zitten. We zien een verplichte voorsprong voor Dumont, maar ook de andere
zwemsters. Ja, er kan nog alles gebeuren in de laatste 100 meter van deze vrije slag. Op de iemand aan. Ook de zwemster van baan 7. Opzetter Isabelle Goze, 3.11.29 zwemt zij. Ja, als we kijken naar de tijd van SV Vermeulen, 3.10.59. Dan zit het allemaal binnen de marge van een seconde. Heel dicht bij elkaar hier deze dames. Dan kijk je omhoog naar de Laura van Engelen, baan nummer 6. Zij is ook goed op weg naar weer een mooie tijd. We kijken naar het laatste keerpunt. En dan gaan we op naar de finish. Dumont aan de leiding. En zij rijdt de voorsprong hier wat uit. Zij plaatst de versnelling. Die niet zomaar te volgen is. Roze ondertussen in de versnelling naar de tweede positie. En gaat zij dan nog in die laatste 25 meter spannend maken. Hier richting de finish van de Slipke. Komt ze steeds dichterbij. Maar dat wordt op gezien door Dumont. Die de versnelling plaatst op naar de winst. En dan kijk naar Laura van Engelen. Die dadelijk naar voren schiet. En als eerste Nederlandse aantrekking. Dus Dumont in 4.12.07. En dan Isabel Roos in 4.12.71. En Laura van Engelen in 4.19.39. Laura van Engelen 4.14.39. We kijken nog even naar het scorebord. Het is officieel. De zijtetal 500 de EEK-limiet. 4.14.39 voor Laura van Engelen. Is wederom goed voor de limiet voor de EEK.